Onze woonwensen veranderen voortdurend. Woningen van 30 jaar oud zijn nu al gedateerd. Ook staan we nu voor grote uitdagingen zoals het veranderende milieu, het groeiend verschil tussen arm en rijk en het enorme tekort aan woningen. De gemeente Groningen is daarom vorig jaar de manifestatie Bouw Anders begonnen. In de gemeente Groningen moeten we de komende jaren 20.000 woningen erbij bouwen. En dan het liefst woningen die toekomstbestendig zijn. Die dus energie-neutraal en duurzaam zijn, waar biodiversiteit en wateropvang in hun omgeving is, die woonkwaliteit hebben en een beetje betaalbaar zijn. In de bouwmanifestatie Bouw Anders zijn 18 projecten uitgekozen die als voorbeeld kunnen dienen voor dat soort woningen. In deze tv-serie laten we 5 van die projecten zien. En in deze aflevering zijn we in Vinkhuizen. En wel in het gebied achter het winkelcentrum tussen de Siersteenlaan en de Platinalaan. Hier staan een aantal flats met seniorenwoningen van woningbouwvereniging Patrimonium. Deze woningen zijn niet zo energiezuinig en Patrimonium grijpt de komst van Warmtestad in Vinkhuizen aan om te onderzoeken hoe deze woningen en de omgeving waarin zij staan meer kwaliteit kunnen krijgen. Voor het bedenken van een plan hiervoor hebben ze architect Koen van Velzen uit Hilversum benaderd. We hebben opdracht gekregen van Patrimonium om in het centrumdeel van Vinkhuizen samen na te gaan denken over het verduurzamen en revitaliseren van ongeveer 250 woningen. Het goede van de open vraag die gesteld is van laten we kijken naar die plek, wat kunnen we daarmee, is gewoon dat we een gesprek hebben gehad over de mogelijkheden en onmogelijkheden die je zou hebben om deze plek nieuw leven in te blazen. Dat is eigenlijk waar het over gaat. En verduurzaming is eigenlijk een vliegwiel om dat op gang te brengen. De architect is begonnen met het onderzoeken van de geschiedenis en de huidige staat van het gebied en de hele wijk. Ik zag een samenhangende wijk. Zeg maar op het niveau van Vinkhuizen kun je zien dat daar op één manier nagedacht is over het realiseren van een wijk. Bleek ook dat die wijk, 5000 woningen uit mijn hoofd gezegd, in 5 jaar gerealiseerd. Dus een enorme capaciteit aan woningen die in een korte tijd geproduceerd is. Met veel systeemdenken erachter, ingenieurskunst die erachter zit. Leuke ingenieurskunst hebben we ontdekt. Seriematige wijze waarop de wijk tot stand gekomen is, ook de woningen tot stand gekomen, de appartementen, de gebouwen gemaakt zijn, is allemaal heel erg slim en uitgekiend zit dat in elkaar. Er zitten ook een heleboel vervelende dingen aan. En die hebben we ook genoteerd. Een van de hele vervelende dingen is dat als je de locatie die wij nu gezien hebben beschouwt, dat je dan merkt dat niemand zijn huis uit kan. Want er is geen buitenruimte aan de woningen die daar zitten. Je ziet ook dat het natuurlijk heel erg versleten is. Je ziet ook dat de eigenlijk geweldige tuin die daar rond die woningen zitten, want eigenlijk is het een prachtige plek, dat die verschrikkelijk armoeig is, slecht onderhouden is en alles wat daar leuk is eruit gehaald is de afgelopen 30 jaar. Want wij ontdekten ook dat er een oorspronkelijke hele mooie tuin omheen zat, waar je graag zou willen verblijven, maar die is weg. Het is een parkeerplaatsje, er is wat gras en nou, niemand kijkt er naar om. We ontdekten ook blokken die er heel erg uniform uitzagen. Het beeld van de repetitie wint het van de beleving daar. Het groen is weg. Ook het groen in de openbare ruimte is eigenlijk niet meer wat het ooit was. In zijn ronde door de wijk heeft de architect unieke en kenmerkende elementen ontdekt. Bijvoorbeeld al die kopgevels in die wijk zijn gesloten met soms een raam voor het trappenhuis. Dat zijn dingen die op wijkniveau samenhang brengen in die wijk. Hè? Tussen appartementen, laagbouw, individuele woningen die daar staan, die allemaal iets met elkaar te maken hebben. Als je op wijkniveau kijkt naar de verduurzaming, hou dan in de gaten dat daar nu samenhang is
En ga dat niet allemaal als aparte gebouwtjes straks behandelen met de ene leuke gevel naar de andere, want dan wordt het eigenlijk alleen maar armoeiger. Dus we doen daarin dan ook dat soort aanbevelingen aan de stad van let op. Er wordt de aankomende jaren veel verduurzaamd, maar zorg ervoor dat je samenhang blijft organiseren tussen al die plannen, want anders wordt het een rotzooi. Terwijl de kwaliteit is samenhang. Er is, als je naar Vinkhuis kijkt, heel gefragmenteerd eigenlijk. Vooral rond het winkelcentrum, nieuwbouw gepleegd, gerenoveerd. En niet altijd aandacht geweest voor, wat voor wijk is Vinkhuizen nou qua stedenbouw en architectuur en wat moeten we daaraan toevoegen? En Koen heeft ons ook wel de ogen geopend van, als we hier gaan renoveren en nieuwbouwen, gaan we eerst naar die bestaande historie van die wijk kijken. En daarin hebben we ook gezegd van, daar moeten we dan ook iets mee doen in deze ontwerpopgave. En wellicht ook een voorbeeld zijn voor de toekomstige verduurzaming in de wijk. Nou, en wij hebben eigenlijk gezegd, wij waarderen het, maar wij gaan meer comfort brengen. Wij gaan meer de buitenruimte betrekken. Wij gaan ook zorgen dat, zeg maar, binnen en buiten meer communiceert, waardoor het ook levendiger gaat worden. Nu kan je overal staan de gordijnen dicht, je kunt nergens naar buiten. Dus er is geen sprake van leven in deze gebouwen waar wij wat aan doen. Laten we dat als deel van die verduurzaming, waar we toch aan de gevels van alles moeten doen, laten we die zaken aanpakken. En ja, daarmee maken wij dus een grotere beleving, maken wij eigenlijk een buitenruimte voor de wijk. We hebben zorgvuldig gekeken naar alle elementen, geprobeerd de bestaande kwaliteiten te waarderen. En daar zijn we op gaan doorbouwen om eigenlijk gewoon lekkere, comfortabele, energieke woningen en een energieke plek te maken, wat het overigens ooit was. Dit is het kerngebied als geheel, midden in Vinkhuizen, waarbij wij als project naar dit deel nu hebben gekeken. Dit zijn bestaande gebouwen. Dit is een resultaat van een van de vorige manifestaties. Dit zijn de appartementengebouwen die hier staan. Dit kleine blokje is een onderdeel van dit complex. En aan de zuidkant hebben we uiteindelijk een nieuw voorstel gemaakt. Dat nieuwe voorstel hebben we gemaakt omdat op dit moment hier op deze plek nu het buurtcentrum zit, zeg maar, het wijkcentrum, wat uiteindelijk geen bijdrage levert aan de tuin die we nieuw leven in willen blazen. En daarom hebben we voorgesteld hier het wijkcentrum weg te halen en midden in de tuin te leggen. Ook zodanig dat het een aanvulling kan zijn op het wijkcentrum wat hier al zit, waardoor je het enerzijds vanuit de tuin kunt gaan gebruiken en anderzijds ook vanuit de Siersteenlaan, dat je daar naar binnen kunt gaan. Wat we dus uiteindelijk gedaan hebben, is een nieuwe tuin bedenken. De woningen verduurzamen door de kopgevels te vernieuwen, maar wel met hetzelfde uiterlijk als dat ze dat nu hebben als onderdeel van de totale wijk. Nieuwe schoonmaakbalkons waar je eigenlijk niet kon komen van binnenuit, veranderen naar balkons waar je van binnenuit kunt komen middels schuifdeuren die we in de woningen gemaakt hebben. Waardoor je straks ook levendigheid aan de buitenkant hebben. De gesloten gevels van de begane grond waar de bergingen zitten zijn eruit. In dit kleine blokje hier hebben we op de begane grond ruimte gemaakt voor bijzonder programma, voor winkels. Daarboven hebben we een laag extra opgebouwd, waardoor je daar weer kunt wonen. En aan de zuidkant hebben we een nieuw blok gemaakt van dezelfde hoogte als de rest die in de straat is, met uitzondering van het hoge blok, wat je hier weer in deze maquette terugziet, waar we grote openingen maken en ook de entree van dit woonblok vanaf de straat hier toegankelijk maken, waardoor je kunt zwerven door het gebied, door de tuin heen, naar de andere zijde, waar vanuit je ook naar het winkelcentrum toe kunt gaan. Dus je kunt het hele gebied is doorwaadbaar, ook goed zichtbaar vanuit de omgeving door de grote poorten en openingen die daarin zitten aan de verschillende kanten, waardoor je eigenlijk ook door het gebied naar andere delen van het gebied kunt komen.
Naast criteria van meer groen, woonkwaliteit en binding met de wijk is het hergebruik van de gebouwen een belangrijke factor in het plan. De vraag is of de gebouwen goed genoeg zijn om te renoveren en of het financieel uit kan. Het scheelt in geld niet zoveel, maar dat in duurzaamheid wel heel veel. Je gooit natuurlijk eindeloos veel weg en dat skelet van dit gebouw kun je goed hergebruiken. Soms is slopen de gemakkelijkste weg, maar ik denk dat we ook in een tijd komen dat we ook zuinig moeten zijn op bestaande materialen. Hè, om te kijken of we casco's, die hier best goed zijn trouwens, de casco's van deze gebouwen is ook uit onderzoek gebleven, kunnen behouden en toch kunnen kijken of we met een renovatie wel echt een goed woonproduct voor de toekomst kunnen bouwen. Dat betekent wel dat in een van de scenario's waarin de grootschalige renovaties doorging, dat best dicht tegen nieuwbouwprijzen aan gaat schuren. En dat zijn lastige keuzes die we komende anderhalf jaar moeten gaan maken. Van hoe ver gaan we daarin en wat slopen we wel en wat renoveren we. Waar ik wel voor sta, is dat wij ideeën van Koen gaan realiseren. Daar ben ik van overtuigd. Dus wij gaan echt volgend jaar aan de bak. En daar gaan we ook snel met onze bewoners over in gesprek. En absoluut is het droomscenario het eindscenario wat we presenteren bij de manifestatie. En ik hoop dat we dat ooit gaan realiseren. Want dat is wel waar alle ingrediënten in zitten. Hè? Want je ziet toch vaak ook bijvoorbeeld verduurzaamheidsprocessen in den lande, waarin deze architectuur die hier in Vinkhuizen is, maar die staat natuurlijk ook in Hilversum en die staat ook in Dronten, zou je kunnen zeggen, dat die wordt heel eenduidig verduurzaamd door een nieuwe kopgevel te maken en alle puien van plastic te maken of nog lelijker. En dan is de verduurzaming heeft plaatsgevonden, de installaties worden vernieuwd, er komt nog een dikke schuimlaag op het dak erbij. En we vinden dat het verduurzaamd is. Maar die woningen, die zien er niet meer uit. En daar is eigenlijk niks aan gebeurd, alleen ze hebben een dikke winterjas gekregen. Hier hebben we de ruimte gekregen met deze opdrachtgever en binnen deze manifestatie om samen te kijken, kunnen we dit nu niet gebruiken om de hele wijk, om deze plekken, een nieuw leven te geven. Dus niet alleen een warmer leven of een minder gasverbruik of minder van het gas af te komen, maar ook gewoon, ja, dat is toch gewoon waar ons vak over gaat. Kunnen we de dag en de nacht van de mensen een beetje vrolijker maken? Ja.